vissen. Mijn mooie vissen. Welkom bij Elange. Je spreekt met Ellen. En ik ben hier voor een maandreading voor de maand november. En we gaan gewoon eens kijken welke energieën er spelen voor de maand november. Welke boodschap ik voor jullie door mag geven. En we beginnen met de orakels. Ik trek een kaart uit het orakel van Wisdom van Avalon en vanuit het Veerrijk. We beginnen met Avalon. Gidsen, engelen, mag ik alsjeblieft een kaart ontvangen voor de vissen voor de maand november. De energieën die er mag gaan spelen. Welke boodschap mag ik doorgeven? En dan springt er al een uit. En dat is birth en rebirth. En vanuit Veerrijk. En Spirit, mag ik alsjeblieft een boodschap ontvangen voor de maand november voor de vissen. En hij kwam er al uitrollen. Die ging heel erg snel. Ik heb hier de duistere elfenkoning. En die staat voor autoriteit en geloofwaardigheid. Je mag je wat meer gaan neerzetten in de mannelijke energie voor de komende maand november vissen. Je mag je meer gaan uitspreken waar jij voor staat, op de juiste manier natuurlijk. Maar je mag je gaan uitspreken wat meer eigenlijk de vuist op tafel. In welke situatie dan ook, of het nou op werkgebied is of met relaties. Maar ja, weet je, sta op voor jezelf. Dat is heel duidelijk wat de Elfenkoning aangeeft voor jou. En ik heb vanuit Avalon heb ik birth en rebirth. Dit is eigenlijk een transformatie vind ik eigenlijk niet het juiste woord. Maar het is wel opnieuw voor jezelf jezelf neer gaan zetten. Je gaat jezelf nieuw neerzetten in bepaalde situaties. En of dat nou op werkgebied is, of met relaties, of dat je in een situatie zit op dit moment. Maar in november ga je dus heel duidelijk jezelf opnieuw neer gaan zetten. En dat kan ook met die duistere elfenkoning te maken hebben. Met inderdaad jezelf uitspreken. Dat mensen je heel anders gaan zien, heel anders gaan respecteren. Voor het feit dat je meer voor je eigen rechten op mag gaan komen voor jezelf. Dus daarin, je hoeft jezelf niet volledig te veranderen, maar gewoon jezelf nieuw neer te gaan zetten. Waardoor je beter mag gaan groeien voor jezelf. Dat is eigenlijk wat ik doorkrijg. Oké, ik ga 4 kaarten trekken vanuit mijn Rider-Waite stapel. En ik ga daarna ook nog 4 kaarten ter verduidelijking vanuit het Arcanum Tarot deck trekken. De eerste kaart ligt voor de algemene legging. De tweede kaart is de uitdaging voor de maand november. En de derde kaart is voor het advies vanuit het universum, dan wel vanuit de energieën. En de vierde is dan de volledige uitkomst in totaal. Okay. Gidsen, engelen, mag ik alsjeblieft vanuit de energieën 4 kaarten ontvangen alsjeblieft. Mag ik alsjeblieft een kaart voor de vissen voor de maand november? Nou, dan doe ik het er nog niet uit, dan vallen er 2 uit. Ik heb als eerste de 10 van bokalen. En ik heb de koning van staven. De 2 van zwaarden. En de 8 van staven. Gaan we even ter verduidelijking. 4 kaarten trekken. Wow. Vallen er al gelijk 3 uit. Ik heb de koning van bokalen. De aas van staven. En de 7. En ik pak er nog even 1 kaart uit. En dat is de keizer. Wauw. Dat is een hele mooie energie. Wow. Ik wil nog even 1 kaart trekken alsjeblieft voor de 2 van zwaarden.
Mag ik even nog een kaart voor de twee van zwaarden. Ik pak nog even. Oké, duidelijk. Oké. Even voor je vissen, eventjes invoelen van de kaarten die er liggen. Oké, algemeen. De 10 van bokalen. De 10 van bokalen staat voor het volledige geluk vinden voor jezelf. En de koningin van bokalen staat ook voor inderdaad datgene te mogen behalen. Dat alles gaat stromen voor jezelf. De persoon staat dus ook duidelijk voor inzicht en datgene te kunnen manifesteren wat ze wil. Je ziet ook dat ze in het water staat met de gewaten. Dus water is ook weer laten stromen. Water is ook weer, met de flow meegaan. En de 10 van bokalen staat gewoon echt voor, alles wat je kan behalen. Het volledige geluk voor jezelf. Vanuit de uitdaging, de koning van staven. De koning van staven is eigenlijk iemand die voor zichzelf datgene kan maar gaan manifesteren wat hij ook maar wil. Hij zit ook echt op die troon voor zichzelf. Je ziet ook de leeuwen zie je hierachter. Het is echt van in zijn kracht staan datgene te mogen gaan manifesteren wat hij wil. Ja, en de aas van staven, die staat natuurlijk ook voor nieuwe groei, voor jezelf het licht te kunnen laten schijnen. Voor datgene te laten zien waar je voor staat, waar je heen wil voor jezelf. Dus het zijn eigenlijk twee kaarten. Voor jou de uitdaging, vissen, voor deze maand, is dus echt voor jezelf dat gaan manifesteren wat je zelf heel erg graag wil. Het advies, je zit op dit moment enorm in conflict met jezelf. De tweede kaart die ik erbij getrokken heb is eigenlijk ook de 7 van bokalen. Je energie is te veel verdeeld. Daardoor ben je in conflict met jezelf dat je niet exact weet welke kant je op wil of hoe je het wil gaan aanpakken voor jezelf. De 7 van staven geeft dus duidelijk aan ter verduidelijking. Je bent eigenlijk wel op de goede weg, alleen je ziet het nog niet. Je hebt de feeling er nog niet mee. Weet je, op het moment dat je dus eigenlijk dan voor jezelf zegt van nou, ik ga mijn energie niet meer verdelen en ik pak 1 ding. 2 zou ook nog kunnen, maar focus je vooral eventjes op 1 ding. En ga daar dan voor. En als je dat eenmaal voor jezelf onder de knie hebt, zoals de koning van staven ook aangeeft, pak dan het volgende. Pak dan weer de volgende bokaal en ga daar dan weer mee aan de slag. Dan zal je gaan merken dat je niet meer zo in tweestrijd staat met jezelf, vissen. Dat je even niet meer weet welke kant je op wil en hoe je het wil gaan aanpakken voor jezelf. Ja, dat is het advies vanuit het universum. Het uiteindelijke uitkomst is eigenlijk van, je kan dat bereiken wat je wil. Je bent gewoon goed bezig om juist die pijlen, dit zijn staven dan, op de juiste manier neer te kunnen gaan zetten. Op het moment dat je dus eigenlijk dan die energie goed gaat verdelen voor jezelf, ga je dus heel duidelijk op je doel af. En dan kan je dat ook gaan bereiken. Dat is eigenlijk wat de kaarten aangeeft. Want ja, jeetje, de keizer. Dat een van de sterkste en grootste kaarten die we kunnen hebben vanuit de grote arcana is gewoon van, joh, hij staat er ook met de adelaar. Met zijn staf in zijn handen. Je ziet ook de ram. Nou ja, de ram is natuurlijk echt zo van, wat ik wil, dat gaat ook gebeuren. Dus de energie van de keizer geeft ook heel erg duidelijk aan van, je kan echt, die doelen kan je gaan bereiken. Maar het is voor jou de uitdaging en het advies voor de komende maand november, vissen, om beter in balans te komen voor jezelf. Ook wat meer voor jezelf op te mogen gaan komen. Je uit gaan spreken. En dan komt het allemaal helemaal goed. Dus durf gewoon voor jezelf. Jezelf zodanig neer te zetten. Met jezelf. In alle waarheid en eerlijkheid naar jezelf. Maar ook naar buiten toe vooral. En dat is heel erg belangrijk. Want daar zit die conflict volgens mij. Dat is wat ik doorkrijg.
is iets met wat buitenom kan gaan spelen of wat er nu al bezig is voor jezelf vissen. Dus pak dat op en dan komt het helemaal goed en dan kan je ook echt datgene bereiken wat je heel erg graag wil. Ik trek nog eventjes vanuit mijn Lennemann kaartjes nog even twee kaarten. Voor de energieën voor vissen van de maand november. Mag ik alsjeblieft op twee kaarten, alsjeblieft. De vogels. Let op inderdaad dat er niet te veel gepraat wordt. Het is ook meer het doen. Dus het uitvoeren. Niet alleen maar erover hebben van waar je heen wil of waar het conflict ligt voor jezelf. Want als je je passie volgt, nogmaals, bevestiging. Als je je passie gaat volgen... Zo'n mooie kaart uit de Lennemann. Als je je passie gaat volgen, komt het helemaal goed. Ja? Dus minder praten, meer doen, meer gaan manifesteren. Balans vinden en je passie gaan volgen. Dan komt het helemaal goed. Ik hoop dat van jullie dat heeft geresoneerd, vissen. Houd er rekening mee dat dit een algemene legging is. Dus het kan zijn dat het niet voor iedereen resoneert. Pak datgene wat voor jou goed voelt. En doe er iets mee voor de maand november. Ik zie jullie graag weer de volgende keer.